Ja, we zoeken een tweede Liesbeth. En dat is helaas niet gelukt. Je bent Fred en het was mooi, zoals de commissaris net zegt, Liesbeth heet nu Fred. In de Goede Herderkerk in Zoeterwoude Rijndijk werd woensdag Fred van Tricht beëdigd als nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. Van Tricht volgt oud-burgemeester Liesbeth Bloemen op, die na ruim 15 jaar met pensioen ging. Vandaag als burger in de zaal, hoe is dat? Nou, ik denk dat ik als oud-burgemeester ben uitgenodigd. En ik vind dat heel mooi, want dat is de continuïteit van het bestuur. En het burgemeesterschap wordt daarmee benadrukt. Dus ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn. Ik wens iedereen de komende tijd veel succes en plezier met elkaar. En vandaag met name Fred van Tricht. Vanaf nu is het aan de slag. Dank u wel. Kersverse burgemeestersvrouw Ellen mocht de ambtsketen voor het eerst bij haar man omhangen. Nou, ik ga vooral, mijn eerste inzet zal zijn om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te leren kennen. Van gemeenteraad tot college tot en vooral de inwoners en bedrijvigheid natuurlijk. U heeft een e-mailadres geopend. Waar is dat voor? Nou ja, we willen in deze, laat ik zeggen, wat andere tijd dan anders willen we het contact zoeken met inwoners, bedrijvigheid, om mensen de gelegenheid te geven om met elkaar kennis te maken. Vandaar dat we dat e-mailadres hebben geopend. Dat is fredontdekt@zoeterwoude.nl. Tussen het pensioen van Bloemen en de start van Tricht zaten 6 dagen. Loco-burgemeester Ton de Gans nam de honneurs waar. Vooral het mooie is natuurlijk dat we zo kort na het afscheid van Liesbeth alweer een nieuwe benoemde burgemeester krijgen. En dat is belangrijker dan dat het feit dat ik een paar dagen met de keten om kan lopen. Je blijft loco-burgemeester, ook als Fred van Tricht start. Ik blijf sowieso loco-burgemeester, ja, dus dat klopt.